heel mijn bed eruit gehaald. We gaan het oplossen. Af en toe je fouten toegeven is echt niet erg. Ik heb ook fouten gemaakt, hè? En dan geef ik ze ook toe. Ook met het publiek. Ik heb zo'n publiekstem gehad. Dat heb ik ook eerlijk gezegd. Ja, ik snap wel donders goed dat ik hem heb. Want ik heb een grote bek dat ik hard werk. Doe een tijdje niks. Moet ik ook niet een grote mond op hebben. Van ik doe zoveel. Snap je? Maar dat is wel je fouten toegeven. En erkennen dat je van, oh shit, ik maak een fout. En ja, dat is niet gelijk een vakje naar de rest. Want iedereen kan dan opeens... Maar je moet je ook even voorstellen dat ik niet alleen in dit verhaal ben, snap je? Als ik nu opeens naar iedereen... Oh my god, het spijt me zo erg. En je hebt helemaal gelijk. En het was echt egoïstisch van me. Ik ga nu even met Merel overleggen. Dan gaat zij natuurlijk ook niet toegeven. Maar dat hoeft ook niet. Maar het enige wat ik aan je vraag... Hè, en dat heb ik al heel vaak tegen je gezegd. Als er iets is, dan kom je bijvoorbeeld naar mij toe of naar een ander toe. Mensen die je vooruit willen helpen. Mm-hmm. Je hoeft voor mij... Voor niemand die wil dat Frenny zichzelf is... Mm-hmm. Een show op te zetten... Of door het slijk te gaan. Als jij gisteren tegen me had gezegd over die inloopkast. En die was er toen al. Mm-hmm. En zei, apparaat, ik heb iets stoms gedaan. Zou ik je nooit afbranden. Mm-hmm. Ik maak fouten, iedereen maakt fouten. Mm-hmm. En dat is helemaal prima. Want daar leer je van. Mm-hmm. Je maakt een inloopkast. Oké, ik zei gisteren al, moet je niet doen. Maar ik zeg nu ook niet van, Frenny, wat is dat een kut idee. Wat ben je hem voor me geholpen? Nee, ik kom rustig naar je toe. Ik leg je uit van waarom mensen het slecht vinden, egoïstisch vinden. Mm-hmm. Maar het enige wat ik krijg, is een soort, zeg ik nogmaals, zoals ik nog zeg, een soort rolletje van ja. Maar ik ben een tough guy van Utopia. Fuck iedereen. Dat is wat ik naar mijn hoofd krijg. Nee, maar het is meer... Ja, ik heb er niks aan. Ja, maar waarom heb je er niks aan? Omdat het bed er al uit is. Ik zit hier de hele middag zit ik hier te wachten op Merel. Ja. En dat zien we. We zien je alleen maar zitten en denken van ja. Ja. Ik kan er niks mee. Het bed is er al uit. Dus we gaan gewoon door. Klaar. Ja. Het heeft geen zin. Zelfs niet als we nu... Even heel stom gezegd. Nu gewoon een bed bouwen. Hoeft niet. Nee. Maar ik wil gewoon dat je begrijpt waarom mensen het egoïstisch vinden. Een gekke move vinden. En hoeft het nog steeds niet mee eens te zijn. Maar het gaat me wel een stukje empathie dat je snapt waarom mensen het egoïstisch vinden. Ik snap het wel. Ja, maar benoem dat ook, vriend. Nee, als je mensen me niet meer aankijken, dan ga ik hun ook niet meer aankijken. Nee, maar daarom. Je hoeft ook niet aan die mensen uit te leggen. Want dan hebben ze ook geen respect voor je. Dan hoeft het ook niet. En dan ben ik weer dat ik niet bij mijn eigen standpunt blijf. Maar hoezo niet? Dat bij wie moet je bij eigen standpunt blijven? Mijn broer. Nou, gezegd. Maar ook bij de mensen die je in de slijk halen. Of je vooruit willen helpen. Je maatjes. Ja, maar als ik ga zeggen van, oh ja, jij hebt wel gelijk. En ik had het toch niet moeten doen. Maar ja, ik doe het toch. Ik ga er toch mee door. Dat is toch raar. Maar je kan alsnog bij je punt blijven, vriend. Als jij het zo graag wil, nou, prima. Joh, mij boeit het niet. Ik slaap er niet. Je bent, oké. Ik wil gewoon dat je ook snapt waarom mensen doen. En als mensen je geen oogwaarde gunnen... Hey, heb ik ook. Als mensen me geen oog gunnen, loop ik ook gewoon door. Ik hoef niemand iets uit te leggen die me geen oog waard is. Ja. Maar mensen die me wel wat aangaan... Ja, die me wel vooruit willen hebben... blijf ik ook bij mijn standpunt. Maar ik zal altijd respectvol blijven en zeggen... joh, oké, misschien zo slim, maar ik wil het alsnog. Ja. Tussen niks. Wel. Over het hele gebeuren. Welk gebeuren? Nou, met die inloopkast en alles. Ik probeer uit te leggen waarom mensen het egoïstisch vinden. Dat soort dingen. Zo, je hoeft echt niet met iedereen maatje te zijn. En als mensen je ook geen ogen gunnen, joh, hoef je ook niet naar hen te luisteren. Hoef je ook niks van hen te willen. Nee. Maar ik vind het wel belangrijk dat je snapt waarom mensen het egoïstisch vinden. Waarom mensen het gek vinden. Ja, maar het enige wat ik krijg is een soort bad guy appearance. Een soort rol. Ik denk van, dat is helemaal Frenny niet, man. Opeens tough guy uithangen. Doe ze normaal, joh. Snap je? Ja, dat snap ik. Maar weet je wat het is, Bren? Dat komt omdat we heel de dag een gezeik aan allebei, hoor. Bren, maar ik ook. Heel de dag door hebben we gezeik aan ons kom. Maar als ik jou vraag, snap je waarom mensen het vinden? Dan ga jij niet zo tof tegen me doen van, fuck it, want ik wil sensatie. Dan zeg je, Bren, tuurlijk snap ik waarom mensen het egoïstisch vinden. Maar dan zeg je ook gewoon, maar ik wil het. Toch? Ja, maar heeft Bren ook niet verteld dan dat we aan die kant een tweepersoonsbed willen maken? Pas op het laatste moment. Oh. Wanneer Jordi al weg wil lopen, die denkt van, wie is dit? Ik zie er verdomme nog een slok nemen uit die fles. Ik doe even lekker normaal. Snap je? Ja. En nogmaals, je hoeft echt, als iemand je niet wil aankijken, hoef je ook niks uit te leggen. Maar als iemand je aanspreekt, van ja, ik vind het egoïstisch en dat. Joh, je hoeft het niet eens te zijn, maar je moet het wel snappen waarom mensen het zeggen. Ja. En vanuit daaruit kun je nog steeds bij je standen blijven. Maar er voelt zich anders wel gehoord en kan die misschien accepteren of loslaten dat nou even gaat gebeuren. Het enige wat ik krijg is een soort bad guy appearance. Ja, daar ga ik slecht op heen. Want dan ben je jezelf niet.
Nou ja, ik denk dat Fren ook wel, want het is alleen maar ellende. Niet alleen over dit hoor, maar... Nee, maar ze heeft ook over... Ja, de hele tijd zijn mensen bezig met zwarte gif en dat soort dingen. Natuurlijk, heeft ze ook heel gelijk in. Dat is een doemdenken. Net al een paar keer benoemd bij mensen. Ja. Hou op met dat doemdenken. Ja, ik kap er ook mee hoor. Want ik vind het verschrikkelijk. En ik wil het er niet eens meer over hebben. We zien het wel met die zwarte brief. En nu dachten... Oh. Het enige wat wij dachten, weet je, van... We hebben hier nog 3,5 maanden tijd. We willen het hier leuk maken. Nou, wat willen wij heel graag? We willen heel graag een grote kledingkast. Nou, hadden we natuurlijk gelijk Jesse op ons dak. En dat we toen tegen elkaar zeiden van... Oh, toen kwam Hiske. En, maar die kwam gewoon op een rustige manier naar ons toe. Die zei, joh meiden, is het dan niet veel handiger dat jullie aan één zijde, dus Frenny de zijde, een tweepersoonsbed maken. En dan aan Merel's kant gewoon... hi! Een buis met daar jullie kleding. Ja. Toen dachten we, nou, eigenlijk is dat wel een beter idee. Maar in plaats van dat dus mensen naar ons toe komen, uiteindelijk, hè. Ja. Want het oorspronkelijke idee was ook 2 bedden eruit. Ja, dat heb ik gisteren ook tegen jullie gezegd. Ja. Ik ga niet helpen, want ik ben het er niet mee eens. Maar dat mensen dan gelijk naar ons toe komen, ja, ik vind het belachelijk. En dan denk ik, maar je vraagt niet wat ons idee nu is. Dus ik denk dat Fren meer gelijk in de verdediging schiet. Nou, ik denk wel meer is hoor. Ja? Ja, ik was er natuurlijk niet bij. Wat is dat? Ja, natuurlijk, want ik zeg eerlijk, ik had vanmiddag ook een dip hoor. Ik denk, poeh, wat een gezeik hier. Helemaal. Jongen, echt. Heel de dag door. Ik ook. Maar gisteren met die trein ook. Daarom ben ik ook niet in, maar ook. Dat is echt knijt, dat is gek. Want met z'n allen staan we een Shell als het ware af te straffen, hè, voor het uitsluiten van jou en Ger. Wat ook absoluut niet kan. En dacht van ja, het is nou eenmaal zo. Ik kan mijn mond optrekken, maar het is nou eenmaal zo. Het kan niet. Je kan niet zomaar 2 mensen gaan uitsluiten. Klopt. Maar als er vervolgens in zo'n trein opeens dan wordt gezegd... Ah, alleen de mensen die op ons hebben gestemd mogen mee naar binnen. En ik word nog uitgewijfd ook. Denk ik van, hè? Maar we staan met z'n allen te roepen... Oh, er mag niemand buitensluiten in dit. Maar vervolgens staan mensen te juichen als mensen niet erin mogen. Ja, heb je ergens. Dat vond ik zo scheef. Ja, dat is... Ja, snap je? Goeie. Ja. Maar, zo had ik er zelf ook niet over nagedacht. Nee, maar snap je? En dat zijn meerdere dingen hier. Ik van, ja. Yo, het is allemaal zo krom als een hoepel. Het is zo krom als een hoepel. Alles. Echt, het is vreselijk. Want nu ook met, weet je, met dit huisje. Want ongeacht hoe je de situatie bent of keert. Het witte huisje kan ook, of van Andrea Shelley, kan ook als BNB worden gebruikt. En dan is het nu in één keer. Maar hoe dan ook, wat ook gebeurt. Wij gaan ons huisje niet uit. Nee, maar ik snap van hun ook wel waarom ze zeggen dat doen we niet meer. Nee, tuurlijk. Maar dan een huisje, zeg. Snap tuurlijk, dat snap ik. Maar ga niet gelijk van... En toen zei ik tegen Fren, weet je wat? Laat iedereen maar lekker denken dat we die... inloopkast gaan maken. Ja. En dan komen ze binnen en dan denken ze, er staat wel een bed. Maar juist omdat iedereen zo in de verdediging schoot. Of in de aanval eigenlijk. En wij onszelf moesten verdedigen. En terwijl ik dan denk van, joh, je moest eens weten. Maar kom nou gewoon eens naar ons toe. Ja. En vraag nou eens wat we nou echt van plan zijn en waarom. Ja, maar dat weet je toch ook niet meer. Dat oprecht. En daarom ben ik zo blij dat ik me ook gewoon focus op dat bouwen. Dat is geen gezeur, geen gezeik, geen gezwart praat. En als ze het over anderen hebben, is het vaak juist positief. Omdat het hier zoveel geroddeld, geslijk wordt. Ja. Het is om te schamen. Ja, het is echt, jongen, een sfeertje. Ik word er ook helemaal gek van. Althans, vooral vandaag. Want ja. Kijk, wat hebben we na de vergadering? Aan de hand is. Sinds na de vergadering zit ik al in discussies. Tot en met nu, 5 minuten geleden. Alleen maar discussies en ruzies. Ik vind het van de zot. Ja, het maakt me woest, jongen. Oh.